Ik ben Sybre van Oerbergen. Ik woon sinds kort in Gent. Ik volg momenteel mijn master fotografie voor het tweede jaar aan het KASK in Gent. En ik vind het wel belangrijk dat ik bij elke locatie of elke plaats of object dat ik fotografeer ofzo, dat ik wel echt ga gaan nadenken naar de visuele vorm en het visuele aspect van een beeld. En dat dat niet puur een plaats fotograferen is, gewoon omdat die plaats erop staat, maar dat er echt wel wordt nagedacht over fotografische elementen. Toen ik een kind was, had ik altijd wel een beetje fascinatie voor archeologen en archeologie. Ik vond dat heel interessant dat dingen eigenlijk, hoe dat mensen terug aan het graven waren in de geschiedenis. En zo is eigenlijk een beetje begonnen, die fascinatie daarvoor. Pinguïn is eigenlijk ontstaan doordat ik samen met Ilan Weiss, dat is een goede vriend van mij, ook een kunstenaar. En we hadden graag een plek gevonden om een eigen tentoonstelling eens te doen met ons twee samen, omdat wij goede vrienden waren. En het is eigenlijk voornamelijk de bedoeling dat we kunstenaars en fotograaf een platform geven om te tonen. Maar ik denk dat je heel veel sterkte haalt uit andere mensen ook. Door andere mensen toe te laten in je eigen werk. En ook om open te staan voor veel kritiek.